Gelukkig nieuwjaar! Jongens, we zitten alweer in 2018. Ik wil graag weten hoe jullie oud en nieuw was. Mijn oud en nieuw was echt top, 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 top. Het was echt superleuk. Maar laten we snel beginnen met de video. Hoi allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Nou, zoals jullie wel in de titel hebben gezien, daarom hebben jullie waarschijnlijk op deze video geklikt, heb ik een eerste piercing laten schieten. En dat is deze helix piercing. Als jullie een beetje goed kunnen zien, dit is de piercing. En de helix piercing, ik heb geen idee waarom die zo heet, maar hij zit dus bovenaan in je oorschelp. Zoals je hier kunt zien, in je kraakbeen. Dus laat het nooit schieten, want als je schiet in je kraakbeen, dan kan het dus kapot gaan en kan het raar gaan lopen groeien en zo. En dat wil je allemaal niet. Ik heb het laten piercen hier in mijn oor. En vandaag ga ik jullie alles erover vertellen, met beelden erbij, hoe het voor mij was. Nou, wat heel vaak gevraagd wordt is, hoe heb je kunnen kiezen aan welk oor je het wilde doen? Nou, het duurde bij mij echt super lang voordat ik er uiteindelijk uit was. Want ik wilde het eerst links, toen wilde ik het rechts, toen wilde ik het weer links, toen wilde ik het rechts. Toen uiteindelijk heeft mijn moeder voor me gekozen, want die zei, jij hebt helemaal niks met links. Doe dan maar gewoon rechts, want ik zag het altijd bij iedereen links zitten. Maar ik heb het dus rechts laten doen en daar ben ik achteraf echt super blij mee, want ik vind rechts. Ik draag mijn haar heel vaak zo, of ik doe bijna altijd mijn haar ook zo achter mijn oren. Dus dan is dit oor altijd zichtbaar. Dus dan vind ik het super mooi om hier mijn piercing te hebben en niet aan deze kant. Toen ik daar binnenkwam mocht ik kiezen of ik een ringetje wilde of een steentje. En ik heb dus gekozen voor een steentje, omdat ik een steentje ietsjes meer, ik weet niet, het paste ook hier heel erg goed bij. Gewoon bij de gaatjes die ik al had, paste het daar heel erg goed bij. Dus ik was er eigenlijk snel over uit dat ik gewoon een steentje wilde. Nou, ik ging naar een shop waar ik, zeg maar, de man die dat zou gaan doen al een beetje kende. Ja, niet echt kende, maar ik wist wie het was. Want mijn moeder heeft haar tattoo laten zetten. Dus ja, het voelde ietsjes vertrouwder, zeg maar. Nou, ik was ook met mijn neefje, mijn nichtje en met mijn zusje. Dus die waren allemaal mee. En dat was echt super gezellig en super leuk. Gewoon die man was super chill. En dat is ook gewoon echt een aanrader. Ga naar iets waar je het misschien al een beetje kent. Misschien ben je er nog nooit bij een piercing of een tattoo shop geweest. Maar stel, je weet het wel. Ga dan alsjeblieft daar naartoe. Gewoon naar iemand die je kent. Ga niet kijken van wat is het goedkoopst, wat is het duurst. Want als je vaak naar het goedkoopst gaat, je weet niet hoe dat uitpakt. Ja, ik zou gewoon iets kiezen waar je heel misschien de mensen al kent. Of wat je al een keer gezien hebt. Waar je goede dingen over hebt gehoord. Dus ja, zo moet je een beetje kijken waar je naartoe wilt. Zoals ik al zei, ga dus niet naar een juwelier. Laat het niet schieten. Gewoon niet proberen. De juweliers hebben volgens mij nu ook van die regels dat ze dat niet meer mogen doen. Maar stel je een juwelier zegt van ja, is goed, ik doe het wel. Don't do it, want dat wil je gewoon echt niet. Nou, uiteindelijk ging ik dus op die stoel zitten en ging die eerst mijn oor helemaal desinfecteren. Want er mogen dus absoluut geen bacteriën bij komen, want dat wil je gewoon niet. Dat is niet hygiënisch. En ja, daarom had die man ook handschoenen aan. Dat was ook super hygiënisch. Dus ik was super blij dat het gewoon heel schoon en hygiënisch allemaal gedaan werd. Nou, allereerst wordt er een stipje gezet met een stiftje op je oor. En dan mag je kiezen of het dus goed was. Ik had dus van tevoren gezegd van, ik wil het een beetje, ja, hier. Ik wil het niet helemaal, want er zijn mensen die het helemaal hier doen en dan een ringetje willen dat een beetje naar beneden hangt. Maar ik wilde gewoon, ik wist eigenlijk van tevoren al dat ik hem een beetje hier wilde hebben. Dus ik liet dat gelijk weten van, joh, ik wil hem gewoon een beetje hier. Dus toen heeft hij daar een stipje gezet en ik vond dat helemaal goed. Dus ik was daar super blij mee dat hij gelijk wist waar ik hem wilde. Oké, derde poging. De eerste keer viel mijn camera uit. Nu was de kwaliteit, daarna was de kwaliteit niet goed. Daarna was het geluid niet goed. Dus ik probeer het nu voor de derde keer opnieuw. En dat het nu wel goed is. Die man had dus een soort van naald met een buisje. Ik kan het niet echt precies goed uitleggen, maar je zult het wel in de video zien. Het was een soort naald met een buisje die door mijn oor heen prikte. Het klinkt echt zo nasty, maar het deed echt niet zoveel pijn. Je voelde het even, maar het viel echt best wel mee. Dus hij prikte dat er doorheen. Deed zeg maar de piercing hierachter. Deze. Deed hij er doorheen. En daarna trok hij zeg maar dat buisje eruit. Waardoor de piercing er dus doorheen ging. En daarna draaide hij hem er weer op. Het knopje deze. En ik weet niet hoe het was gegaan als je een ringetje had hoor. Maar zo is het gegaan bij mij bij het steentje. En ja, dat was eigenlijk zo gepiept. Ik vond het ook gewoon super fijn dat de familie mee was. Dat scheelde echt zo erg. Want het was gewoon super gezellig. En die man was gewoon super chill. Dus ja. Qua schoonmaken hoef ik het alleen schoon te maken met een beetje water. Dat is het eigenlijk. Verder moet ik oppassen dat er geen zeeprestjes tussen komen. Niet aan draaien, dat soort dingen. En met slapen is het wel een beetje lastig, want ik kan niet op deze kant slapen. Dat is wel heel lastig. Dus ik moet de hele tijd op deze kant slapen. Dat is wel vervelend, want ik hou erg van om zeg maar alle kanten op te slapen. Dus links en rechts. Maar dat kan nu even niet. Dus ik kan alleen op mijn rug en links.
Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Dus smeer vooral ook geen rare spulletjes, geen desinfecterende dingetjes erop smeren. Gewoon lekker zo laten en dan maar hopen dat er geen infectie ontstaat. Als jullie willen dat ik laat weten om de week of zo van hoe gaat het met mijn piercing, laat het zeker eventjes hieronder weten en in de poll. Laat ook even in de volgende poll weten of jij al een piercing hebt of niet, of dat je er al eentje wil. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Abonneer zeker eventjes hieronder als je niks meer van mij wilt missen. En dan was dit de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!